Welkom in deze nieuwe video van Bolstar. Het was een zeer goede nacht. We hebben heel goed geslapen. Heel mooi gedroomd. Dat ook een vraag was op TikTok. Wat is jouw mooiste moment op TikTok? Dat vond ik ook zo'n mooie vraag. En dan denk je zo echt terug aan al die momenten dat je al beleefd hebt eigenlijk. Op TikTok, want ik heb heel veel mensen leren kennen en zo. Zo lekker voorbeeld. Gieten, Silken en zo dingen allemaal. En dan denk je er echt over terug. Dan denk je echt van, kijk, ja, het is natuurlijk ooit voor de deur gieten. En waarom zat de garage eigenlijk open? Dat is niet goed. Ik heb de garage gisteren dicht gedaan. Dus ik snap niet waarom die open staat. De garage staat letterlijk open. En ik ben... Wat staat daar nog? Kom dan. Kijk. De garage staat open, dat is niet gelogen. Dat is heel raar, de garage open staat. Niemand vraagt zich blijkbaar ook iets af. Denk ik van de buren waarom de garage open staat. Ik heb die helemaal niet open gezet. Dat is heel raar. Zeg het, ik heb die niet open gedaan. Hoe kan zoiets? Zeer gek. Dat is heel raar, eigenlijk heel raar, want ja, ik zeg het, ik heb de garage niet open gedaan. Maar ik heb een bakje, denk ik, zit in de rugzak ergens. En waar is de rugzak? Hier. Zo moet er iemand op de rugzak kunnen open zijn. Dat is heel raar. Ik ga hem dicht doen. Ik zeg, ik heb hem niet open gedaan. Want we zijn al in bed. Onder tijd, dus ik vind het heel raar. Zeer rare dingen dat er gebeuren, het spookt hier. Kan niet anders. Eens kijken of er iets op de bierpot zit. En dan gaan we zo live eventjes. Dan doen we de afwas even. Niet dat altijd live moet gebeuren of zo. Hè. Dan ben je toch bezig. Anders is het met andere mensen koud, jongens. Koud of koud. Het is waar aan het regenen. Niks. Helemaal niks. Ik vind het heel raar dat de garage open stond, maar ja, het zal iets te maken hebben. Zo. Ik vind het echt wel leuk, zo eens terug capoteren wat jij al heb meegemaakt met TikTok. Dat zijn er heel veel dingen eigenlijk. Ik weet nog heel goed, de allereerste keer dat we zo live konden gaan, ik was heel te bezig van, ja, ik kan mij gieten en zo live gaan. En uiteindelijk... als hetzelfde idee was ik mee aan het zoeken en uiteindelijk is het dan gelukt. En dat blijft ook altijd zo'n heel mooi moment eigenlijk om daarop terug te denken eigenlijk. Dus echt een heel veel mooie momenten op heel die jaar dat je eigenlijk op TikTok zit. Want veel mensen zeggen van ja, TikTok dit, dat, TikTok dat. Ja, je hebt natuurlijk al momenten waar je denkt van oh ja, ik word zwaar gepest kun je dat niet noemen. Maar ik word uitgelachen en zo van die dingen allemaal. Ja, dat heb je natuurlijk wel. Ik heb het ook vorige keer ook heel veel gehad, maar... Aan de andere kant heb je ook wel een heel mooie kant daaraan. Ik heb er ook Stijn leren kennen bijvoorbeeld. En dat maakt het dan weer wel mooi eigenlijk aan heel het verhaal. En dat is dan ook weer helemaal tof. Ja, ik heb mijn haar een beetje gekleurd, mensen. Ik heb mijn haar een beetje gekleurd. Dus ja, dat vind ik dan weer wel tof eigenlijk aan heel het verhaal. Dat we toch heel veel mensen hebben leren kennen eigenlijk. Door TikTok eigenlijk. Ik ben vanmiddag nog van plan trouwens. We gaan Pumba. Kent het allemaal wel Pumba? Iedereen kent Pumba wel. Alleen mensen die Pumba niet kennen... Pumba is deze. Is deze mannetje. Is Pumba, de clown. En ik ga een video opnemen met Pumba. Ik kan dat misschien nu doen. Dat staat dan nu online. Ik heb een muts. Die muts is van mijn broer. Nee, mijn broer. Hey, mijn petekindje. Die had zo'n muts. En ik heb het aan gevraagd of hij dat mocht gebruiken. En ze zeiden meteen, ja, ja, dat is geen probleem. Maar we willen het wel... Natuurlijk terug hebben, dat is logisch, want het is van Enzo. Enzo moet daar dingen doen. Dus als we dat nu even opnemen. Ik heb hier zwart en rood had ik hier ook. Voilà. Pumba is nu helemaal rood en zwart. Pumba, we hebben hier een schoon voorbeeld. Om dat even te doen. En dan kunnen we live gaan. Natuurlijk moeten we het wel nog even afdoen voor live te gaan. Zo. Dus Pumba heeft een rode neus.
Dat is een rode neus. Zo, dat is Pumba. Ja, meer heeft Pumba niet. Heeft hier ook nog een hartje. Heeft Pumba. Maar ja, dat kan ik niet hier plaatsen. Dus heeft een rode neus. Ik hoop het op. En voilà, dat is toch. Misschien is dit niet zo goed zo, lijkt Pumba. Ik zeg, dat past dus echt niet aan de lippen, hè. En zo is dat toch. Ik ga dat opnemen. Dus dit is het hoedje. Dat is. Dus. We gaan het even opnemen. Dit is hier niet. Dit is misschien echt. Ach, want dat is niet. Hoe het moet zijn. Maar ik heb dat rode neus. Dus ik heb even zijn opgenomen van Pumba. Maar ik zal het even laten zien hoe het eruit ziet. Zonder geluid, omdat anders het geluid niet mag. En dat heb ik opgenomen en dat is ondertussen 21,7k bekeken. Dus ik ben er wel heel trots op eigenlijk. Dus ja, ik heb nu ook eten gemaakt. Ik ga straks de batterij van deze camera opladen omdat we morgen naar Gent gaan. Dus ik ga de video nu even afsluiten. Ik kan nog leuke dingen doen eigenlijk. Dus heb je nog ideeën voor de vlog? Laat me eventjes weten. Dus dan komt het helemaal in orde.